Mijn naam is René Steenbergen. Ik ben bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. En ik wil u graag iets vertellen over de vroege geschiedenis van de vereniging. Wanneer is die opgericht? Door wie waren dat verzamelaars? Wat waren de motieven van die mensen? En wat waren de overwegingen om een Aziatische collectie op te zetten? En de eerste aankopen van de eerste 20 jaar. En dan neem ik u mee langs een paar objecten in het Aziatisch paviljoen van het Rijksmuseum, waar de collectie staat opgesteld. Direct na de Eerste Wereldoorlog in 1918 kwamen er drie mannen bij elkaar. Herman Karel Westendorp, een Amsterdamse bankier en een groot liefhebber van Japanse kunst. Herman Visser, ook een groot kenner van de Aziatische kunst. En Jan Verburgt uit Den Haag, een verzamelaar van porselein. En zij besloten om een vereniging op te richten die zich zou richten op het samenbrengen van Aziatische kunst voor een publiek. Omdat zij vonden dat dat er nog niet was in Nederland. Er was vooral etnografisch verzameld, bijvoorbeeld in het Volkenkundig Museum in Leiden en in het Volkenkundig Museum in Rotterdam, maar er was nog geen specifieke collectie voor Aziatische kunstvoorwerpen. Dat was hun doel. Ze zijn eerst begonnen met een reeks tentoonstellingen te organiseren om publiek te trekken. En dat gebeurde vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat was toen hun uitvalsbasis. Het museum was nog een soort kunsthal. Het verhuurde zalen aan verschillende organisaties. En één daarvan was de Vereniging van Vrienden van Aziatische Kunst. Maar ze exposeerden ook in andere steden en ze opereerden ook meteen heel internationaal. Want in andere landen zoals Frankrijk en Engeland waren inmiddels ook Aziatische verenigingen opgericht. Al gauw kwam het idee dat er verzameling aangelegd moest worden. Maar hoe moest dat gebeuren? Want wie waren de leden van deze vereniging? Niet per se verzamelaars. Ze waren er wel, zoals Helene Kruller-Müller en haar man, die later het Kruller-Müller Museum oprichtte. Anton Philips, fabrikant uit Eindhoven. Dat waren echt mensen die ook Aziatische kunst verzamelden. Maar er waren ook een hoop mensen die het interessant vonden om meer te weten te komen over Aziatische kunst. En dat was ook een belangrijke doelstelling van de vereniging, kennis overbrengen. Meer mensen in aanraking laten komen met Aziatische collecties en meer daarover aan kennis verspreiden. Ze zijn toen begonnen met een inzamelactie. Dat is in 1928 gestart. En gelukkig net voor de beurskracht en de economische recessie van 1929 en daarna hebben ze een hele berg geld kunnen ophalen, 150.000 gulden. Dat zou in de huidige waarde met 20 tot 25 keer vermenigvuldigd moeten worden. Dus dat was echt een heel aanzienlijk budget, ook omdat de prijzen toen heel anders waren dan nu. In 1930 vertrokken Herman Karel Westendorp en Herman Visser met het aankoopbudget naar Zuidoost-Azië. En als eerste deden ze natuurlijk Nederlands-Indië aan, toen nog een Nederlandse kolonie. En ze gingen naar Java, want ze wilden heel graag stukken bemachtigen uit de Hindoe-Javaanse periode, een bloeitijd op Java. En dat is ongeveer de periode tussen de 7e en de 14e eeuw. En dat heeft geresulteerd in de aankoop van 12 stukken uit die periode, waarvan u een paar achter mij ziet. Allemaal steensculpturen. En dat was dus een majeure aankoop, de eerste heel belangrijke aankoop voor de verenigingscollectie. Ook nu nog wordt dit beschouwd als een van de belangrijkste groepen Hindoe-Javaanse beeldhouwkunst, samen met de Singosari-groep in Volkenkunde Leiden. Vervolgens zijn de heren overgestoken naar wat toen heette Indochina. Dat waren Franse koloniën die nu heten Laos, Cambodja en Vietnam. En daar hebben ze in het depot van de Fransen in Hanoi diverse sculpturen van de Khmer uit Cambodja, Angkor Wat, kunnen kopen. Vervolgens is Westendorp met zijn vrouw, de kunstenares Betsy Ozick, verder gereisd naar Japan.
Hij was heel erg geïnteresseerd in de Japanse theeceremonie. En daar hebben zij nog rondgereisd terwijl Herman Visser weer terug is gegaan naar Nederland. Overigens is die collectie rond de Japanse theeceremonie van Westendorp Oziek bij overlijden van Betsy Oziek in de jaren 60 geschonken aan de vereniging, dus ook in onze collectie. Toen ze terugkwamen en telden, bleek de aankoopprijs 70 stukken opgeleverd te hebben. Dat is natuurlijk een vliegende start voor de collectie van de vereniging. En ze hadden ook nog geld over. Het was inmiddels de jaren 30 geworden. Er was een langdurige economische recessie, ook internationaal. En veel verzamelaars moesten goede stukken verkopen. En ook handelaren waren bereid meer te onderhandelen over de prijs. En dat heeft geresulteerd in de aankoop van een aantal andere topstukken die ik kort met u wil bespreken. Een van de andere majeure aankopen voor de collectie van de vereniging is deze Shiva Nataraja. Shiva, de koning der dansers. En u ziet het, hij danst in een ring van vuur en onder zijn voeten vertrapt hij het kwaad. Shiva is natuurlijk de hindoe-god die de aarde draaiende houdt. En ook met zijn dansen hield hij dus onze wereldbol in beweging. Een prachtig, heel groot beeld dat Herman Visser in Parijs zag bij een bekende handelaar, C.T. Liu, een Chinees, die zijn zaak had gevestigd in een Chinese pagode midden in het centrum van Parijs. Hij bestaat nog steeds, dat gebouw, vlakbij Parc Monceau. En Herman Visser kwam daar op zijn huwelijksreis. Maar wat deed hij op zijn huwelijksreis als een echte verzamelaar en conservator van de vereniging? Hij ging onmiddellijk naar de handelaren die Aziatische kunst aanbieden. En daar zag hij bij Liu deze Shiva Nataraja. Een Indiaans beeld dus, uit de Chola-periode. Hij wilde het onmiddellijk hebben, maar hij moest natuurlijk wel overleggen met het bestuur van de vereniging. Dus Herman rende terug naar zijn hotel, stuurde een telegram naar Amsterdam en had gevraagd aan Liu om het beeld voorlopig voor hem te reserveren. Dat was maar goed ook, want diezelfde middag kwam er een andere bekende verzamelaar bij Liu binnenwandelen. En dat was Eduard von der Heydt, overigens ook lid van de vereniging. Hij was een Zwitserse bankier die lang in Amsterdam had gezeten in het Interbellum. En een grote verzamelaar van onder meer Aziatische kunst. En hij zei ook onmiddellijk tegen Liu, dat beeld wil ik van je kopen. Waarop Liu zei, dat is gereserveerd door de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst in Amsterdam. En nu komt het leuke van het verhaal. Von der Heydt, heel sportief, zei, is het Herman Visser? Ze kenden elkaar en stuurde een briefje naar zijn hotel. En zei, gefeliciteerd met je fantastische aankoop. Van der Heydt heeft zelf bij Liu de volgende dag, toen hij zeker wist dat de aankoop doorging, want het bestuur was heel enthousiast, heeft hij een kleinere Shiva Nataraja gekocht. Maar hij schreef aan Visser, de Nataraja van de vereniging is de mooiste in Europa. En een derde belangrijke aankoop, ook in de jaren 30, is dit Indiaanse beeld, een tempelrelief, een driekwart relief. En het is getiteld Hemelse Schoonheid. Het is dus eigenlijk een metafoor. Het leuke is de speelsheid van dit beeld, want je ziet hier een klein aapje dat de sluier van deze schone probeert weg te trekken en zij probeert een beetje omhoog te trekken.
Het geeft dus aan, dit is ook weer een heel belangrijk beeld, het geeft aan wat een enorm aanbod er in die tijd was. Daar kunnen we nu eigenlijk alleen nog maar van dromen. En wat de vereniging heeft kunnen verwerven, omdat ze op tijd geld hadden ingezameld van betrokken leden en verzamelaars. En omdat ze een heel goed oog hadden voor kwaliteit. En natuurlijk ook het tij mee hadden. Hoe het verder ging met de collectie vertellen we een andere keer in een ander filmpje. Maar na de oorlog veranderde de signatuur van het Stedelijk Museum, waar de vereniging, zoals ik zei, onderdak had. En de eerste nieuwe directeur na de oorlog, die zei tegen de vereniging, jullie zullen een ander huis moeten zoeken, want het Stedelijk wordt een museum voor moderne en hedendaagse kunst. En dat was het moment, dat werd in 1952, dat de vereniging is overgegaan naar het Rijksmuseum. En aanvankelijk hadden ze een eigen ingang hier bij de Drukkervleugel. En tegenwoordig huist de vereniging natuurlijk in een prachtige Aziatisch paviljoen. Waar met name in de vaste opstelling het grootste deel van de stukken eigendom is van de vereniging. En in permanent bruikleen aan het Rijksmuseum, onze gastheer, met veel plezier.